Hallo en welkom in Willems Filmboek. Vandaag bespreken we de film Het Diner, geregisseerd door Menno Meijens. Het Diner gaat over twee gezinnen die op een avond samenkomen om iets te bespreken over wat hun zoons hebben misdaan. Wat ze hebben gedaan weten we niet, maar we weten wel dat deze actie de rest van hun leven zal beïnvloeden. We vervolgen dit verhaal vanuit het perspectief van Paul Lohman. Zijn broer Serge is een succesvol politicus en hij met zijn vrouw Claire en de vrouw van Serge, Babette, besluiten om bij een etentje hun problemen te bespreken. Het etentje is waar de kern van de film in ligt en waar ze uiteindelijk tot een oplossing zullen moeten komen voor dit probleem. Ik had een hoge verwachting voordat ik deze film ging. Ik ben gek van het literaire werk van Herman Koch, Het Diner, en het boek is voor mij echt een topper van de Nederlandse literatuur. Maar deze film valt ondanks alles ontzettend tegen. Waar het boek een aantal honderd bladzijden heeft om de karakters te verwerken en ze diepgang te geven, mis je dat hier toch in een anderhalf uur durende film. De film valt hierdoor ontzettend tegen. Zo weten we dat het karakter Paul vanaf het begin af aan al onstabiel is. Het wordt in de tweede scène aangekondigd. In het boek duurt dit echt een lange tijd en komen we als lezer er langzaam achter dat er iets mis is met onze hoofdpersoon. En dat is waar de kracht van het boek in lag. In de film ben je dit al kwijt na de tweede scène en hierdoor valt het ontzettend tegen. Hetzelfde geldt voor alle andere karakters, die ook weer eigenlijk weinig diepgang hebben. Babette en Claire zijn eigenlijk vrouwen die er gewoon bij zitten en verder weinig ondernemen. En ook al is het duidelijk in het boek dat ze wel een belangrijke taak hebben, hier wordt het eigenlijk bijna niet weergegeven. Ook Serge, de belangrijke politicus, heeft eigenlijk niks te doen. Zijn rol en zijn neerzetting door Daan Schuurmans is fantastisch, maar als je geen script hebt om goed mee te werken, heb je niet de diepgang die we nodig hebben. En hierdoor kunnen we ons moeilijk investeren in het karakter van de anderen. Het is duidelijk Paul's verhaal, maar aangezien Paul's karakter gewoon niet goed is uitgewerkt, valt de film over het algemeen erg tegen. Iets waar het boek ontzettend van profiteerde was dat het zijn tijd nam met de opbouw van het boek. We kunnen lezen in literaire verslagen dat dit boek opgebouwd is als een Griekse tragedie. En hierbij is het van essentie dat het boek een begin, een midden en een eind heeft. De film mist deze opbouw. Het begint heel snel met knippen naar andere shots. Alsof de regisseur niet wil dat we gaan kijken naar het diner, terwijl het de titel van de film is. Hierdoor valt het ontzettend tegen en zijn er eigenlijk heel vaak shots die worden afgewisseld. Zo speelt het hele verhaal niet zich af in het restaurant, waar in het boek meestal wel het geval is. Maar krijgen we ook een scène thuis te zien bij Paul thuis. En ook verschillende tussendoorshots die eigenlijk helemaal niks te maken hebben met het geheel. Hierdoor mis je een opbouw en blijf je heel moeilijk je aandacht focussen op wat nou echt het probleem is. Dat het probleem uiteindelijk wordt uitgewerkt. En hierdoor wordt het hele probleem niet opgelost, maar lijkt het alsof het probleem alleen maar erger wordt. En we krijgen ook geen epiloog zoals we in het boek krijgen. De film eindigt en het einde laat eigenlijk een slechte smaak achter in de mond. Hierdoor wordt er eigenlijk roet in het eten gegooid en valt de film over het algemeen tegen. Ondanks het feit dat de film niet goed op zichzelf staat, is de film toch technisch goed in elkaar gezet. De camerastandpunten zijn mooi en afwisselend. We krijgen een duidelijk beeld van het restaurant en de omgeving. En hierdoor krijgen we toch een mooi film te zien. Het nadeel is dat de script en de rest van het verhaal niet meewerkt. Zo zijn er bepaalde dingen die in het boek zaten die hier zijn toegevoegd, die nergens op sloegen. Maar er zijn ook dingen die zijn expres niet in het boek genoemd, die we wel hier krijgen te zien. Dus eigenlijk is de film een beetje een los mengelmoesje van goede filmdirectie, maar slechte uitwerking van het verhaal. En hierdoor is de film over het algemeen niet een geweldige film. Dat is ontzettend jammer, want ik had hele hoge verwachtingen toen ik naar deze film ging. En om het eigenlijk allemaal zo in een omeletje gebakken te zien krijgen wat niet goed op het bord wordt neergelegd, is toch wel jammer. Maar het is ook belangrijk dat we deze film los gaan zetten van het boek. Want natuurlijk zijn adaptaties altijd anders. Kijk maar naar Lord of the Rings of Harry Potter. Er zal altijd iets veranderen in een adaptatie. De vraag is dus, staat deze film goed los op zichzelf? En ik ben bang dat het antwoord daarop nee is. Het verhaal en het algemeen wordt niet goed uitgewerkt. En we krijgen hierdoor niet een algemeen beeld van wat de film nou eigenlijk wil bereiken. Wil die dat we alles moeten overhebben voor ons kind? Of wil die juist dat we niet moeten geloven wat we direct zien? Het is iets wat niet duidelijk wordt opgelost in de film. En waardoor we eigenlijk alleen maar tegenvallende resultaten krijgen. We weten niet of de film duidelijk vanaf het begin wist wat ze gingen filmen. Het lijkt alsof het boek naast de camera ligt. En ze besloten, oké, dit moet in de film, dit moet in de film, dat moet in de film. En hierdoor is het gehaast en niet goed opgebouwd en uitgewerkt. Het lijkt alsof de film geen duidelijke boodschap wil meegeven die het boek duidelijk wel gaf. En hierdoor mis je iets, waardoor het eigenlijk helemaal niks meer uitmaakt tegen de tijd dat de film is afgelopen. Het Diner krijgt van Willems Filmboek een 6.2 van de 10.
De film is op zichzelf staand oké. Het verhaal is niet goed uitgewerkt, de karakters hebben geen diepgang, maar de film ziet er goed uit met een goed gebruik van camerastandpunten en het acteerwerk is ook erg strak. Het is jammer dat de film gewoon niet opleeft naar de verwachtingen die we hadden na het lezen van dit boek. Wat jammer is, aangezien ik echt had gehoopt dat deze film echt goed zou uitpakken. Er gaan geruchten dat er een Amerikaanse versie van dit verhaal komt. Ik ben erg benieuwd om te zien hoe ze dit gaan aanpakken, aangezien dit toch wel duidelijk een Nederlandse film blijft. We zullen weten niet wat er gaat veranderen, maar tegen de tijd dat de film uitkomt, zul je het van mij horen. Dit was Willem voor deze week. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer in Willems Filmhoek.